Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo, de beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Ik loop de Herenstraat vandaag met Henk Helmantel, hij is schilder. En als jij hier nou niet met mij had gelopen in de Herenstraat, Henk, had jij gewoon op dit moment geschilderd. Absoluut. Ja. Ja. Want jij schildert eigenlijk altijd. Ja. Kijk, aangehoorst toen ben je nou van het vijgenhof. Ja, ik hou jou aan. Ja, maar ik heb het ook iets genoeg gedaan natuurlijk, ja. Hè? Ja. Nee, maar eigenlijk, jij zegt het wel, ja? Maar heel veel mensen weten dat niet, maar jij zit normaliter, zit jij, om een uurtje of acht, zit jij al... Ja. Begin jij, hè? Ja. Zit je achter, hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou? Zit je dan achter je ezel? Nou, dat kun je wel zo noemen, maar ik heb niet eens een ezel. Ik nee? heb een trap. Oh ja? Ik heb een trap, ja? Waar ik spiekertjes in houden. Ja? En zodat ik er een ploeg op verzetten kan. Ja, ja, en door ja. Mag ik me doen. Zo ben ik begonnen. Ja? En nu dacht ik, nou, het wordt misschien wel eens tijd dat ik eens een ezel koop. Ja, ja, ja. Echt een professionele. Ja, maar daar is nooit van kom. Daar is nooit van nee, dus hè? Ik ga met trap graf in, kan je ons zeggen. Ja, dus jij schildert eigenlijk in plaats van een ezel met een trap. Met een trap. Niet te geloven, hè? Zo'n grote schilder. Nou, die trap is ook groot, hoor. Hey, hier niet zo ver vandaan, hier achter ons, hè? Ja, ja. Jij weet wel wat daar sinds 20 jaar staat, hè? Ja, ja. Het Groninger Museum. Ja. 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 En het Groninger Museum ja? wacht al 20 jaar op een expositie van deze man. Henk Helmantel. Ja. Nou is ja. een nieuwe directeur, want Kees van Twist was altijd Valikant tegen, hè? In 2006 heeft hij nog gezegd van, Henk Helmantel, nee. Dat is niet mijn kunst. Nee. Maar nu is er Andreas Bluhm. Ja. En Andreas Bluhm heeft gezegd in 2013. Met warmte ontvang ik Henk Helmantel. Nou, wie hem goed contact met me toe. Ja, Bluhm en jij? Ja. Ja, hè? Ja. Maar ik denk dat die man al veel goeie contact heeft. Ja, dat heeft hij ook. Maar ook met mij. Wie kent goud vinden. Ja. En wat hij zegt, dat doet dat al. Ja. En ja, doe ik hem zo eens wat. Een nou, opening komen. Maar nou in deze Herenstraat, in deze Herenstraat helemaal. Hoe groot schat jij de kans in dat nu eindelijk Nederland en vooral ook alle Grunnigers naar de expositie van Henk Helmantel kunnen gaan in het Grunninger Museum? Hoe groot schat jij die kans? Percentueel. Ja, dat zo. Voordat ik heen ga, zal dat gebeuren kunnen. Voordat je doodgaat? Ja. Ja, dat zal kunnen. Ja, ja, dat zal kunnen. Nee, maar jij geeft geen antwoord op mijn vraag. Nee. Is die kans groter dan 50%? Ik echt de kans... Iets groter dan 50%. Ja, 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 ja. Iets groter. Iets groter. Dan 60. Nou ja, dat moet ik je over zeggen. Nee, ja. Ik ga er nou over. Nee, jij gaat er niet over. Maar je hebt wel contact gehad met Andreas Bluhm. Ja, ja, ja. En eigenlijk Henk, want ik loop hier met twee Henk. Ja, mijn ja. eigen Henk op de bakfiets en jij Henk Helmantel. Ja, ja. Maar eigenlijk is succes bij voorbaat gegarandeerd, hè? Want als er een expositie komt in het Groningen Museum van Henk Helmantel, dan moet dat toch, enorm veel publiek trekken. Nou, als ik nog al goud aan Martinikerk lopen is, daar heeft Bluhm trouwens ook, voor het jongen. Ja, ja. En ook het Drents Museum, in Dorf Tienleden. Ja. Nou, dat was een enorm succes. Ja. Dus ja, ze moeten maar bekijken. Wel het Drents Museum en dan de man die naast hier in de Herenstraat bij mij gewoon een dialect praat, een Grunnige dialect. Ja? En nog steeds in Groningen. Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van ja, de figuratieve kunst van Henk Helmantel past eigenlijk beter bij het Drents Museum dan de moderne kunst van het Groningen Museum. Of is dat flauwekul? Nou, dat is wel flauwekul. Kijk, het Drents Museum heeft een tot beleid mocht. Ja? Dat zal je zich oriënteren op figuratieve kunst. Ja. En het Groningen Museum die oriënteert zich vooral op het vernijdende, het experimentele. Ja. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk ook een regelmatig tentoonstelling die heel klassiek ben. Bijvoorbeeld de Russische realisten van vrouwen. Ja, 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 ja. Straks hebben ze een grote tentoonstelling van de collectie uit Dresden. Ja. Want dat museum wordt verbouwd. Ja, ja. Ze hebben die collectie gehad van Rauw.
Nou, een half violet. Of rauw. Iets, ja, ik collectie ken hem niet. Rauw, Henk. Nou, dat was een verzomel, rauw, hoor. Oh, die rauw was een verzomel, hoor. Ja, ja. Ja. Die leeft niet meer, hè? Nee, nee, precies. Maar eerst zijn collectie beschikbaar stelt voor UNICEF. Ja, 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 ja. Nou, dat was ook een groot succes. Ja, dus maar kijk, ik vind het toch heel, heel bijzonder. Want als jij wat meer zou weten, zou het zeggen, mij. Als jij wat meer zou weten, als je zegt van nou, Piet Belus in 2016 is zover. Word ik nooit. Was nooit. Nee, word ik nooit. Dat is wel hoop. Je moet altijd hopen. Ja. Ja. Maar ik ga niet bedelen, hè? Nee. Wil je me alsjeblieft een tentoonstelling? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee dat nee, wordt nee. Van huur uitgehoord, ja, spontaan. Moet, nou ja. Zeg, wie vindt die man voldoende de motiveerd? Ja. En ik ben honest nooit, hè? Al nu verschillende nee, keer. Maar kijk, jij staat er wel voor open, Henk. Bedoel met Kees van Twist en zo was dat natuurlijk allemaal. Ja, daar zijn toen wel woorden gevallen, natuurlijk. De manier waarop op Kees ja. het heeft gebracht en zo. Maar ja, die helm had alleen. Dat was allemaal niet zo leuk. Ja. Maar nu met Andreas Bluhm. Heb je toch wel een goed gevoel? Ik heb een hoog hoofd geweldig. Ja. Kijk, met Kees van Twist heb ik ook diverse gesprekken. Ja. Had ik wel bij me toe geweest. Ja. Maar er was een culturele barrière. Hij zegt, doe ik eens prachtig schilderen, maar doe bist een hele klassieke schilder, brengt niks nice. Ja. En zulke mensen moeten we hier nemen in het Groningen Museum. Ja. Wel de Russen natuurlijk, ja, en wel de anderen. Precies. Maar geen Groningen. Nee, de Russen dus, dat is wel een beetje dubbel. Dat is een beetje dubbel, ja. Ja, ja, door hem mist ook vreselijk tegen de keer gewoon. Ja, dat heb ik. Om alle stukken van die kraan staan. Ja, heel veel, ja. Denk, huh? Ja, daar kom ik er ook nog helemaal op terug. Maar Kees van Twist is exit. Ja. En Andreas Bluhm is een nieuwe man. Ja. En die zegt van, laat hem maar komen. Ja, nou, dat heb ik Oetsie Mot nog naar huur. Nou ja, nee, maar in ieder geval wel. Hij heeft wel gezegd van, als het zover is, zal ik hem met warmte ontvangen. Ja, ja. Nou, laten we door in van Oetgoorn. Ja, laten we door van Oetgoorn, ja. Dat gebeurt nog. Ja, nee, precies. Huh? Het zou natuurlijk hartstikke mooi wezen. Ja, ja, ja. Even met een ander onderwerp, wat is toen met de dood? Nou ja, kijk, alle missen. Halverwege bij me, Henk. Ik schakel zo over, hè, naadloos. Alle missen van doden. Wie ja. ook. Ja. Dus elke heeft wat met de dood. Ja. Maar er zijn ook mensen die hebben een functie in. En dat ben je toe. En dat heb ik. Ja. Hard, maar ja. Dat kan ik nou zeggen. Dus doe best zeg maar heel veel jaar. Meer dan 30 jaar, hè? 37 jaar. 37 jaar. En nou zeg ik het even, Henk. Ja? In de stad heet dat begrafenisondernemer. Maar in een klein dorpje. Veelganger. Veelganger. Ja. Ja. Dus doe eens die, zeg maar, die schilderwaak, ja. Is toch altijd gecombineerd met het veurganger zijn. Ja. Dat is ja. apart, hè? Ja, dat was ook wel eens een beetje een probleem, want smeurders in Moggejoen paletkloof voor de dag. Ja. En je wordt er beeld. Ja. Daar is overleden. Nou, dan kun je onmiddellijk opbouwen, kwast toespelen, Johan kleiden, ja. In op pad. Ja, precies. Ja. Maar het is wel heel bijzonder, Henk. Maar dat ja. vond ik ook wel mooi. Ja. Ik heb gelezen, vond ik mooi. Dus ze zei van nou, Henk Helmantel is een christelijke man, een ja. christenmens. Ja. Dat is een man die uitermate geschikt is als vuurganger, maar het komt ook nog mooi uit, want hij schildert altijd toes. Dus hij is er altijd. Hij is er altijd? Ja. Nou kijk, dat is ooit van de vuurwoorden, hè. Als hij die functie heeft, ja. Dan moet je onmiddellijk stappen met je werk. Ja. Er wordt eigenlijk nooit nog gevraagd of dat eigenlijk wel kan, maar dat wordt vanuit gewoon. Dus dat houdt in, als jij, zeg maar, jij bent bezig met een heel belangrijk onderdeel van jouw schilderij en er wordt ja. beld, dan legt die kwast gelijk neer? Ja, 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 ja. Nou ja, gelijk, binnen 4 minuten. Ja, ja, precies. Ja, ja, maar die mensen rekenen op mee. Precies. Ja. Dus dan ben je één, dan gaat het voorganger zijn, gaat één voor het schilderen. Ja, kijk, als hij dat niet opbrengt, kan hij mooi dat werk niet doen. Nee, precies. Want mensen die willen... hulp worden met in de situatie waar ze dit in verkeerd. Ja, precies. Ja, 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 ja. En daar heb ik altijd half veel respect voor dat, ja. Zeg maar dat, nou, dat ook goud gaat. Ja, en dat is ook altijd goud gewoon. Ja, gemiddeld geloof ik dat goud gewoon ja. is. Ja. 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 Ik heb mijn beste voor doen. Ja. En nou, dat klinkt heel raar. Nou ben jij daar dus mee gestopt. Dus ja. kan jij eigenlijk helemaal storten op het schilderen. Ja. Maar je bent nog wel reserve. Dus ja. dan ben je 37 jaar, Henk, 37 jaar best vuurganger geweest. Ja. En dan op een bepaald moment was nog reserve. Ja, maar dat is een soort overgangssituatie. Oh, ja. Die man deed nou duurt, ja. die kan wel eens met vakantie, weet ja. of hij wordt ziek. Ja, precies. En ik sta er nooit aan om die toch nog eens mooi weer
incidenteel opbieden. Nee, nee, precies. En dat is voor deur ook makkelijk. Dat, ja, dat is een reserve. Maar ben jij dan, of merk jij dat je zowel als schilder, maar vooral ook in dit werk wat je altijd hebt gedaan, wat met de doodsmarkt, net zo veel gerespecteerd wordt? Nou, dat geloof ik wel, ja. 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 Dat is toch heel bijzonder werk? Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Als je dat doet. Maar ik heb het zelf ook altijd, dat houdt bijzonder werk, zo in. Ja. De generaties waar ik intussen opgeruimd ben, daar breng ik ook nog een laatste rustplaats. Ja, 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 ja. En dat vind ik zoiets bijzonders. Ja. Huh? Ja, dat is ook zo. Dus ja. Ja, maar op een bepaald moment dacht ik, nou, dit goud best. En dan moet ook stop. Stop? Ja, dus. Nou ja, reserve nog, maar dat echte werk, dat is toch dus, nou. Dus jij bent nu eigenlijk fulltime schilder. Wat inhoudt dat jij over een aantal jaren hanteer jij 50 jaar de kwast. Wat jij ook hebt gezegd, hè, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Als we het nou toch over de kwast hebben. Jij hebt altijd gezegd van, de kwast moet zo weinig mogelijk rust hebben. Ja. Dat houdt in, ik moet die kwast zoveel mogelijk gebruiken. Nou kijk, zolang als ik gezond ben en de motoriek door het goud. Ja. Het samenwerken tussen hazes en hem, ja. Nou, die mooie deur gewoon. Ja, precies. Ja, ja. Ik voelde er ook als een soort roeping was. Hoor. Ja. Ik heb die talenten gekregen, nou, die mooie door wat van bol. Maar jij hebt wel gezegd, Henk, van, ik hoop het nog 10 jaar met volle kracht te kunnen doen. Dat hoop ik. Waar ben je bang voor dan? Nou, dat is eigenlijk mijn gegeven, dat je op 80-jarige leeftijd nog... Maar jij wordt 70, hè, volgend jaar. Jij bent van 45. Ja. 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 Ja, ja. Dat hoort zo. Ja, dus, ja. Dan word je zo. Ja, precies. Ja. En dan? Nou, dan hoop jij dus nog 10 jaar te schilderen. Nou, kijk, als ik 70 word, ik heb een groot nieuw bouwgoed, een oeuvre, waar allerlei aspecten aan de orde komen. En ik ging een grote tentoonstelling in de Worp Zweden, vlak boven Bremen. En als ik concept nog word, dan wordt het bouwtoe gepresenteerd met een grote tentoonstelling. Ja, 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 ja. Huh? Maar ook Henk, dat heb jij natuurlijk ook wel gezien. Henk op de bakfiets, zeg ik dat. Jij hebt ook wel eens gezien wat Helmand allemaal schildert. Hè? Want als je voorbeeld noemt van wat jij schildert, ook, zeg maar fruit en groente. Hè? Ja. Druiven, tomaten, witlof. Ja. Noem jij nog eens granaatappels? Ja, peren. Ja, peren ook. Proem. Henk, peren en proem. Proem. Ja. Ik heb nog een peren in buis. Waarvoor? Oh ja? Ik heb met nog van Oes. Waarom? Nou, als ik terug ga in Tronen heb ik wat te eten tenminste. Ja, maar jij hebt... Van eikenboom, hè? Het is een peer van eikenboom, maar die schilder jij dus ook? Dat schilder ik ook, ja. 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 Maar die schilder jij op een bepaalde manier, hè? Hoe noem je dat nou maar? Fijn en fijn? Nee, niet fijn schilderkunst, het is realisme. Realisme is het? Ja, ik probeer de kwaststreek zo breed mogelijk te houden. Ja. Dat ik niet verval in alle kleine details en zo mooi van dat gebied te peuter. Nee, precies. Nee, er is ook een breed zo in. Ja, 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 ja. En dat probeer ik zo lang mogelijk vast te houden. Maar het suggereert dus dat ik al fijn schilder. Want dat is dat is het niet. Dus het is realisme. Het is realisme. Ja, 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 ja. Ik noem het ook wel eens realisme met een. Ik hoop het dat het een poëtische inslag heeft. Ja. Huh? Niet zomaar dat kolenrealisme, maar er moet iets van atmosfeer om touw zitten. Waardoor mensen zeggen: het is meer als realisme. Ja, 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 dat begrijp ik. Ja. Huh? Dat is mooi, Henk Helmand in dialect, dat is toch prachtig, hè? Een grunniger, hoe des te hem, met een schitterend dialect. Ja. En wel die expositie, wel geëxposeerd in het Drents Museum en daar in het Grunniger Museum. Andrees Bloem kijkt altijd. Wij allebei, jij moet ook even zeggen, maar wij allebei hopen dat jij toch nog voor je dood een schitterende expositie krijgt in het Groningen Museum. Hoop jij ook? Groningen Museum, de Mordoon, wat ze zelf. Ja. Belangrijk. Ja, dus op een bepaald moment zeg ik van, wij gaan een tentoonstelling inrichten van Hendrik Helmantel uit Westerhem. Dat ben mijn woorden. Dat ben mijn woorden. Ja. En ik spreek ze uit namens heel veel kijkers. Jij kiest in de camera, moet je kijken. Jij kiest uit Vincent van Gogh of Rembrandt. Moet ik kiezen? Ja, dat moest kiezen, ja. Allebei? Nee, dat moest kiezen tussen Van Gogh en Rembrandt. Moet dat? Ja, dat moet ja, want iedereen kiest aan het eind. Dat is traditie. Oh. Dus nog één keer Henk Helmand kiest uit. Vincent van Gogh of Rembrandt? Nou, die vroeg deugd uit, maar ik zal die antwoord geven. Ja. Rembrandt. Die kant op. Dankjewel, Henk. Jo. Henk Helmand. Want Rembrandt heeft toch heel veel voor de schilderkunst van Helmand betekend.